Hey mensen, welkom bij nu. God. Oh. Die controller zit weer aan de oplaadkabel. Dus ik kan niet te hard trekken. Dus ik kan niet te ver weg van de zetel staan. Maar ik ben één ding vergeten. Het is trouwens in de survival zelf dag 4. Oké. Als ik hem vind. Oké, prima. Maar, ja mensen, ik ben vergeten het hek te maken. Dus ik ben vergeten dat hele hek te maken. Maar, we gaan alsnog verder met de hele, ja, met, we gaan sowieso eerst verder met de raft en dan pas het hek. Dat is wel een belofte. Dat ik sowieso niet ga verbreken. Maar dan zal het hek bouwen. Dus de bouw van het grote hek. Zal dan toch wel zijn binnen de serie. Dus dan zal het gefilmd worden hoe dat ik dat hek ook maak. En ik heb hier weer geen kolenfles staan. Dus dat ga ik na deze video even inhalen. Maar goed, we zijn gespawnd. Het is vroeg, denk ik. Of is het laat? I don't know. Maar goed. We gaan gelijk naar de bomen toe. Ja, tot zo. Bambi. Oké, die ga ik niet kunnen killen. Waar is mijn hout? Hier is een boom staan. Waar is de rest van mijn hout? Hier is nog een boom staan. De rest is gedespawned of wat? Ah, nee. Bambi. Nee. Ga ik niet kunnen killen. Zo te zien moet ik ook dringend eten in dit spel, dus ja. Maar goed, tot zo. Oh, ik zet de video terug aan en de Bambi rent weg omdat ik het stuk hout op de grond heb moeten laten vallen om überhaupt een kans te hebben om achter die Bambi aan te gaan. Maar oké. Ik gebruik dit hout en dan ga ik direct lekker wat eten klaarmaken in dit spel. Ik zie het hek hier al klaar. En oh my god, dat gaat wel een cool hek zijn. Dan ga ik echt zo door dat, door dat ene gat met, van dat hek. Dat is het enige stuk hek dat ik deze video nog ga maken. Of sowieso al voordat ik de raft klaar heb. Dus pas nadat de raft klaar is, dus het bootje klaar is, daarna ga ik pas weer aan het hek werken. Dat is een belofte die ik niet mag verbreken. Oh god. Oh god. Ik ben weer in het water gevallen. En waar is dat andere stuk scheithout? Natuurlijk, weg. Oh my god. Waar is de hout? Hier. Daar is de hout. Maar ik kan het niet pakken omdat het onder water ligt. Maar oké. Okay. Extra schildpad killen. In één slag eigenlijk vermoord. Boom. Nog een schildpadje. Mm-hmm.
eerste stuk vlees is opgegeten. Ik heb nog een stuk vlees erop gesmeten, dus ja, dat gaan we ook eten natuurlijk. Hier is het hoofd van de schildpad weer. Goed, dat is opgegeten. Nu ga ik het bakken. Het hoofd. Oké, dat lukt niet. Ik sta zelf in de fik. Goed. Meeuw. Nee. Die kan ik niet te pakken krijgen. Ik ga daar maar landen, meeuw, maar ik ga je niet pakken. Mensen, we zijn 6 minuten en 30 seconden bezig. Ik ga voor de volgende twee bomen. Of nee, weet je wat? Ik ga allemaal sticks verzamelen. En dan gaan we proberen in deze video alsnog alle dingen die sticks nodig hebben af te maken. Want hier kun je ook keiveel sticks in leggen natuurlijk. Deze sticks ga ik ook even erin doen. Huppa. Even wat meer het bos induwen. Allee, nog niet helemaal in het bos, maar een beetje dichter bij het bos doen. Tweede stuk van de stapel. Tweede verdieping van deze stapel ga ik nu maken. Allee, vormen met al die sticks. Huppa. Hopsakee. Hier zitten, ik weet niet hoeveel bambies, maar ik vermoord ze niet. Die zijn ook veel te snel, weet je. Dus het is moeilijk om die te raken. Als ik er een vermoord, ja, dan ben ik wel blij. Want dan is het mijn eerste bambi. En is de Bambi. Dus vandaag gaan we sowieso heel veel dingen ook bouwen waar dat je sticks voor nodig hebt. Ook in de volgende video, want we zijn 9 minuten bezig. Deze video ga ik wel zo lang mogelijk proberen te laten duren. Kunnen er überhaupt nog sticks bij? Ja, er kunnen nog sticks bij. Perfect. En wat niet perfect is, is de toets die we morgen hebben. Dat is niet perfect. Want ik haat toetsen. En ik haat het als het morgen is. Maar goed, ik ga even nog een soda drinken. Dan heb ik ook extra energie er nog eens bij. Hier kun je echt, ik weet niet hoeveel, sticks verzamelen. Van deze planten hier. Dus dat is wel goed. En ik ben ook blij dat je meer sticks kunt meenemen dan... Dan stenen.
Want ja, sticks heb je meer nodig dan stenen. Wacht. Ik heb 3 sticks in mijn inventory, dus ja. Dit zijn alle sticks die je kunt meepakken. We zijn 10 minuten en 35 seconden bezig. We gaan sowieso de rabbit trap even afmaken. Nog een paar sticks. De rest, ja, die laatste stick die ik nog in mijn inventory had, die doe ik terug even op de kaart. Lol, die laatste stick. Even een windvlaagje. Oh ja, voor de raft heb je ook sticks nodig, dat is ook weer waar. Voor die raft, daar heb je ook sticks voor nodig. Dat is wel even een beetje toevallig. Ja, een beetje toevallig. Dus de kaar zet ik een beetje aan het water, een klein beetje in het water zelfs. Ik weet niet waarom in het water, maar ja, ik vind het leuk. Op een duur moet ik alleen maar hout nog maar hebben. Want hoeveel sticks heb ik nodig? Ik kan het niet eens lezen, want het spel is super, super licht. En dan meen ik, het spel is kei licht. Ik snap niet dat jullie het scherm beter kunnen zien dan bij een World of Warships video, maar oké. Is niet erg. Nee, niet die stick weg alsjeblieft. Ja, perfect. Goed, de sticks. Alle sticks die ik nodig had voor de boot zijn erop. Nu heb ik alleen nog maar hout nodig. Alleen dus nog maar boomstammen. Dus ik heb alleen nog maar boomstammen nodig. Is er nog iets waar ik sticks voor nodig heb? Want ik zou mijn sticks wel het liefste op willen gebruiken. Droogrek? Misschien een droogrek? Heeft maar 5 sticks nodig. Ja, dat kan ik al direct maken. Een droogrek. Of weet je wat? Nee. Ik kan er... Jawel. Boom. Ik heb 3 sticks over. Ik kan ze ook in de stickholder doen. Dus ze hoeven niet per se in de kaart constant. Maar in de volgende video gaan we sowieso heel veel hout hacken. Dus mensen, ik ga gelijk saven. Want stel voor, er gebeurt nu iets, dan ben ik alles kwijt. Als ik het terug wil resetten. En dan moet ik vanaf hetgene wat er is gebeurd, weer verder enzovoort. Enzovoort enzovoort. Dus mensen, volgende video gaat er sowieso aankomen. En in de volgende video gaan we om te beginnen boom maken. En daarna gaan we direct deze kast maken. En de rest van de stukken hout steek ik erin om... Ja. Om die boot te maken. Net heb ik nog een mail vermoord. Dus mensen, ik ga die veren oppakken. Dus, dag.